Bepaalde traditionele manier van koken willen we ook laten zien. Zoals we praten over biologisch. Dat mensen daar terecht kunnen, dan kan je afingi. Je ziet hoe men een afingi voorbereidt. En maar dan kan je ook een kopje kopen. Je ziet hoe cassavebrood wordt gemaakt. Dan kan je ook een stukje cassavebrood kopen en meenemen. Je ziet hoe podosiri wordt gemaakt. En dan kan je dat ook kopen op zijn traditionele manier. Weet je dan? Zullen die vrouwen zover krijgen dat ze ook in traditionele kleding dragen? Weet je, ons cultuur, ons cultureel erfgoed kunnen presenteren en dat verkopen voor de buitenwereld. Om aan te geven van, hé, hey, dit is wat we allemaal te bieden hebben, hiervan kunnen we ook leven. Dat wij niet alleen praten, maar dat er ook een duidelijk voorbeeld te zien zal zijn. Met het concept van dit jaar wil de stichting, Stichting Kibi, meer invulling geven aan de doelstelling van het Mungo Festival. De onderdelen zoals dans, kunst en talentontwikkeling worden voldoende belicht, maar de andere culturele gebruiken van de Maron zijn in mindere mate gepresenteerd. Zoals wasi tjobolai, baka kasaba, boli afingi en het bewerken van kleding voor speciale evenementen. Met behulp van de plaatselijke gemeenschap zullen standjes worden opgezet waarbij delen van het leven van de Maron zullen worden uitgelegd. Dit zal gebeuren met eventuele voorbeelden van de werkelijke leefgewoontes van de Maron. Dat maakt ons zo bijzonder. Dat triggert mensen van buitenuit om te zeggen van, hé, hey, dat is zo apart, dat is zo uniek. Daar wil ik een onderdeel van zijn, om te beleven hoe het proces is. Wij leven gewoon van de natuur, met de natuur, in de natuur. En dat is een plus voor de wereld. Dus dat is wat wij in principe te bieden hebben. Stichting Kibi heeft tijdens de vorige festivals een aantal aandachtspunten in beeld gebracht die het succes van dit cultureel festival tegenhielden. Met ondersteuning van buitenlandse kunstenaars en cultuurkenners rekende stichting dit jaar op een betere aankleding van het festival en op veel meer publieke belangstelling. Dus eigenlijk waarvoor we de gemeenschap nodig hebben is dat ze begrip moeten tonen voor de initiatieven van Stichting Kibi. Het is wel nu een beetje moeilijk, economisch gezien. Dus wij verwachten alle support van de lokale gemeenschap. Iedereen die denkt op welke vorm dan ook zij een bijdrage kunnen leveren om dat te doen. Wanneer wij die verschillende groepen ook benaderen, dat ze meewillend moeten meedenken naar die alternatieven die wij hebben om dit project te realiseren. Want het is niet een project van Marcel Binet, het is niet een project van Stichting Kibi. Het is een project van ons allemaal. Wij worden er beter van. De jongeren worden er beter van. Het Suriname wordt er beter van. Dus wij nodigen elke Surinamer uit die op welke wijze dan ook een bijdrage kan leveren om dit project te realiseren, om dat te doen. Want het gaat uiteindelijk om ons ding. Sranasani is Wisani.